wat is dit nou? Dag, Gert-Jan. Jouw vader is de eigenaar van Google. En hij moet ervoor zorgen dat er een paar dingetjes worden aangepast op Google. We willen dat je alle kinderrechten gaat aanpassen, zodat ze nog beter en leuker worden. En daarnaast willen we ook een bedrag van 10 miljoen euro. Dus, kies maar. Als de baas bij Google was de vader van Gert-Jan, naast rijk, vooral heel erg druk. Is goed hoor, gaan we regelen. Oké, dag. Hij zag daarom zijn kinderen niet zo vaak. Wat? Oh nee, is er alweer een kind van me ontvoerd? Wie is het deze keer? Gert-Jan. Gert-Jan? Ja, maar Gert-Jan moet vandaag ook nog naar Schakelis. Hoeveel geld willen ze? Een bedrag van 10 miljoen. 10 miljoen? Huh? Bitcoins? Euro's. Oh nee, gelukkig. 10 miljoen euro's. Nou, dat is 2 uurtjes werken, hè? Dat gaan we wel gelijk even overmaken. Zo. Nou, wat willen ze nog meer? We willen dat je alle kinderrechten gaat aanpassen, zodat ze nog beter en leuker worden. Wat is dat nou weer voor rare eis? De kinderrechten beter en leuker maken. Wacht, ik moet iets bedenken. Ik weet het. Er zijn 54 artikelen. En ik bedenk er gewoon één bij. Artikel 55. Verplichte mobiele telefoons voor kinderen. Ja, dat is fantastisch, want dan verdienen wij er zelf ook nog wat aan. Oh, dit is hartstikke leuk. Ik moet er nog eentje gaan bedenken. Een paar uur later was het geld overgemaakt en veel kinderrechten veranderd. Check, de aanpassingen zijn gedaan. Nou gaat Jan, hup, met je vader mee. En niks tegen de anderen zeggen. Wegwezen. 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 Gelukkig. De volgende dag op school bleek er een hele groep kinderen niet aanwezig te zijn. Emma dan. Oh, ook al niet. Heeft iemand enig idee waar de rest is van de klas? Ik weet het niet. Waar komen jullie opeens vandaan? Jullie zijn precies 1 uur en 6 minuten en 10 seconden te laat. Dus dit kan echt niet, jongens. Nou, dat kan dus echt wel, want ik heb hier artikel 28 uit het kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben het recht op voldoende rust en ontspanning. Kinderen moeten zelf hun ritme kunnen bepalen en aangeven hoe vaak en hoe lang zij onderwijs willen. Nou, dit vind ik heel vreemd. Je moet gewoon naar school. Ik heb nog een ander kinderrecht, artikel 12. Een eigen mening. Kinderen moeten altijd gelijk krijgen. Kinderen mogen alle beslissingen nemen, zonder dat daar hulp van een volwassene bij nodig is. En trouwens, jullie weten dat jullie geen telefoon in de klas mogen hebben. Artikel 55. Kinderen hebben recht op een mobiele telefoon. Kinderen moeten deze telefoon 24 uur per dag en 7 dagen per week bij zich hebben. Maar wacht eens even. Er zijn er maar 54 kinderrechten. Hoe kom je opeens aan de 55 kinderrechten? Ik heb vandaag echt veel te veel school gehad. Doei! Ja, maar Michael! Kom terug! Artikel 28. Nou, ik ga er ook van door. Doei! Nou, dan ga ik ook hoor. Meester en juf. We willen wat vertellen. Vertel maar. Ze hadden Gert-Jan ontvoerd. En de vader van Gert-Jan die moest alle kinderrechten veranderen op Google. De kinderrechten die nu op Google staan, die kloppen helemaal niet. Wat? Maar wie had Gert-Jan dan ontvoerd? Kinderen uit de klas. We moeten direct actie ondernemen. Tijdens een rechtszaak tussen de groep die leukere kinderrechten wilde en de advocaat van Gert-Jan, sprak de rechter. Dan is het nu tijd om het woord te geven aan de advocaten van Gert-Jan.
Gert-Jan heeft er heel erg onder geleden. En daarom vinden wij dat de ontvoerders van Gert-Jan gestraft moeten worden. En niet zo'n klein beetje ook. Ik wil even iets zeggen. Gaat uw gang. De kinderrechten in Nederland zijn goed geregeld. Maar onze cliënten vinden dat het veel beter kan. En daarom hebben ze Gert-Jan ontvoerd. En dat is niet omdat ze zoveel geld willen hebben of zo. Dus daarom vinden wij dat ze niet zo hard gestraft mogen worden. Willen jullie verder nog iets kwijt? Nee, we hebben eigenlijk alles al gezegd. Dan is het nu tijd voor de uitspraak. Kinderen hebben rechten. En deze zijn erg belangrijk. Maar het is onaanvaardbaar dat van deze rechten misbruik wordt gemaakt. Het zijn rechten waar we netjes mee om moeten gaan en blij mogen zijn dat de rechten er zijn. Daarom veroordeel ik u tot een werkstraf van 8.365 uur. Waarbij u elke dag 9 jaar lang alle wc's op school zal schoonmaken. En niet alleen de kinderen werden gestraft, ook de vader moest wc's schoon gaan maken. Hey, ja, daar ben ik dan. En je leest het goed. Dit is alweer het einde van de film. Maar er is nog meer te doen hier, want je kan nog bloopers kijken daar, andere kinderrechtenfilms kijken daar zo. En natuurlijk ook nog even abonneren op ons kanaal. Oké, veel plezier nog. Doei!